blijft helemaal hetzelfde. Verandert niks. Het is alleen een naam die aangepast wordt. De naam van radiozender Optimaal FM houdt dinsdagmiddag op te bestaan en gaat verder als streekomroep Regio 8. Na 30 jaar wordt daarmee afscheid genomen van de vertrouwde identiteit van het radiostation dat eind jaren 80 ontstond in een kelder van voormalig hotel De Uitkijk in Zeddam. We begonnen als piraten. We waren muziekliefhebbers. We waren gek van radio toen al. En ja, toen mochten we nog in lokale omroep beginnen en toen werden we maar piraten. Lekker stout doen, zeg maar. En toen was een mogelijkheid om dus een lokale omroep op te richten. Muziek uit onze eigen hitparade, mag ik wel zeggen. Vanaf 21 september 1991 zendt Optimaal FM uit als de officiële omroep van de toenmalige gemeente Bergh. Vanuit Zeddam verplaatste de radiostudio naar Wehl, waarna de omroep in 2012 verhuisde naar de huidige locatie op het Dru Industriepark in Ulft. En als je dan in de loop der jaren ziet wat er aan techniek en aan programma's alles voorbij is gekomen en veranderd is. Ja, dat is bizar. Dat is bizar wat een kwaliteitsslag wat we gemaakt hebben en ook op techniekgebied. Wat er nu op afstand allemaal bediend kan worden en wat we toen allemaal met het fietsje of met de auto naartoe moesten om alles in de lucht te zetten. Locatieuitzendingen, masje in de grond zetten, uitrichten, hoeft allemaal niet meer. We hebben nu lijnen. Het is echt een waanzinnige kwaliteitsslag wat we gemaakt hebben in al die jaren. Hoewel de naam verandert in Regio 8, blijft de radiozender hetzelfde. Inclusief populaire programma's als Van Moin tot Goedgaan en Prima Hollandia van Twan van Zee. Ja, zoals gezegd, aan de programmering zal niet zoveel veranderen. Eigenlijk niks, behalve de vormgeving. Dus je hoort andere jingles en that's it. De mensen maakten zich al enorm bezorgd. Maar zei, jongens, er is niks aan de hand. Er gebeurt maar één dingetje en dat is de naam. Voor de rest bleef het programma Prima Hollandia zeker op de zondagochtend tussen 9 en 12 doorgaan. Bij leven en welzijn, zeg ik dan. Hè? Dinsdag komen gedurende de dag allerlei oud-gedienden voorbij op de zender om afscheid te nemen van de naam Optimaal FM. Aan het eind van de middag zal de naam officieel veranderen in Regio 8. Van Zee denkt niet dat de luisteraars moeite hebben met de nieuwe naam. Weet je, Regio 8, die naam Regio 8 liep al heel lang mee. Elke dag werd dat al verteld, Regio 8. Kwam al heel vaak voorbij. Ik heb er vertrouwen in dat het publiek en de luisteraars in de Achterhoek en in de Liemers Regio 8 gewoon naadloos overnemen. Ik heb er echt vertrouwen in.